Een hele goedemorgen, welkom terug bij een nieuwe dagelijkse vlog. Ah, het is lekker weer. Gisteren ook, ik heb de vlog afgesloten, ik heb gemaakt, ik heb gerenderd, ik was er helemaal klaar mee. Maar achteraf, dat viel jij inderdaad nog wel mee. Alleen jammer dat ik zo aan het slaap had. Dat was mijn enige nadeel. Bijna de berm. Bijna is niet helemaal. Dus ja, het was gisteren een beetje heel erg boelie woelie. Ik was ook in één keer helemaal klaar ermee. Nadeel. Maar oké. Het is goed gegaan. Lekker rustig gewerkt. Heerlijk. Niks mis mee. En vandaag viel eigenlijk ook reuze mee. Er was niks mis mee. Echt helemaal niks. Ik ben alleen echt hartstikke moe. En ik ben al in één keer hartstikke donker. Ik wacht even. Oké, kapper dus. Wat ik dus zei, ik kan naar de kapper, even andere kapsel. Maar ik zit te twijfelen of ik wou altijd al een keer de kapsel van Jacksepticeye een keer proberen. Dat met groen bovenop en dan kort aan de zijkant. Dus ik zit nog te twijfelen of ik het doe, ja of nee. Aan de ene kant denk ik van ja, gewoon doen. Maar aan de andere kant denk ik eigenlijk toch van niet. Waarom? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik fiets nou even die kant op en dan zou ik het eigenlijk wel zien. Of ik het doe, ja of nee. Ik zit nog te twijfelen. Ik vraag het haar ook even, misschien wel slim, ja of nee, maar ik kijk gewoon even. Wie niet waagt, wie niet wint, toch? Gewoon eens een keer wat nieuws proberen, dus ja. Aan de ene kant, ik wil het wel doen, ja. Maar aan de andere kant, ook weer eigenlijk niet. Ik zal zien. Ik waag het gewoon en we zien wel. Dat is het probleem. Je moet toch altijd dingen proberen, je grenzen verder leggen dan dat je eigenlijk wil. Dus ik denk dat dit ook een kleine grens is. Eventjes wat verder leggen, dus ik denk dat ik het eigenlijk gewoon doe. Maar dat zie ik daar wel. Oké, ik denk dat ik het gewoon ga doen. Ik ga gewoon daar naartoe lopen, mijn licht staat nog aan. Ik denk dat ik gewoon daar zo naartoe ga lopen en ik heb de foto opgeslagen. Die krijgen jullie vanavond wel te zien, denk ik. En dan gewoon vragen of het kan en dan gewoon doen. Want ja, wie niet waagt, wie niet wint, toch? Ik wil gewoon wat nieuws en dat ga ik nou proberen. 1 hour later. Oké, het is niet groen. Het is gewoon weer kort. De reden is... ze zei van als je dat wel groen wil hebben, dan moet je het eerst helemaal blonderen. Dat gedeelte wat je dan groen wil hebben, echt blonderen, echt blond. Bijna wit, zei ze. En dan kun je het groen maken. Maar het is nooit de vraag of het echt net zo groen wordt. En als het eenmaal groen is, dan is het misschien een paar dagen, een paar wasbeurt en dan is het ook alweer weg. Wat ze daarna zei, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dus ze zei ook de reden daarvoor. Maar dat heb ik eigenlijk niet gehoord. Oké, dat is een keuze die heb ik gemaakt. En als ik het zo hoor van haar, dan is het eigenlijk geldverspilling. Dus nee, eigenlijk doe ik het niet. Ik moet hier oversteken, anders... ik steek daar zo meteen wel over, geen probleem. Dus dat is eigenlijk een keuze die ik dus eigenlijk niet wil doen. Puur omdat zij ook zegt, het is geldverspilling. Dus ja, zij is YouTuber, hij heeft 16 miljoen subs. Hij verdient geld genoeg, dus ja, waarom niet? Ik niet. Dat is dus de reden waarom ik zeg nee. Ik moet hier oversteken. Waarom nemen mensen in de auto rotonde en slaan ze af zonder knipperlicht te gebruiken? Zo net ook, sta ik te wachten. En heeft iemand geen knipperlicht aan? En toch slaat diegene af. Ja, maar ik denk, die gaat niet afslaan, dus ik fiets ervoor langs. Ramde mij bijna van de fiets af. Doe je fucking knipperlicht aan, gozer. Echt waar. Motherfucker dat je er bent. Dat heb ik veel vaker, dat klote gedoe. Altijd mensen die wilden dan afslaan, dat ronde. Ik heb zo staan. Willen ze afslaan, bijvoorbeeld je hebt de rotonde zo. En dan wil je daarheen. Dus dan doe je als je hier wegkomt ook je knipperlicht aan die kant op. Nee, die rijdt gewoon door zonder knipperlicht. En toch slaat hij die kant af. Echt waar. Bullshit. Die knipperlichten zitten er niks voor niks op. Denk ik. Ja, weet ik wel zeker. Ze zitten er niet voor sier op. Motherfucker. Maar ik fiets even door naar huis. Hoi. Anders kom ik nooit thuis. Oh, wat chaos. Een drukte en ik hier niet zo, ja. Heerlijk. Ik zie jullie zo alweer. Oh,
later. Hey, mooi. Laters. Oké, dan fiets je ergens langs en dan twee jongens op een fiets waarvan eentje heel hard je naam roept. Best wel vet eigenlijk. Ik ken ze verder niet, maar jongens, leuk jullie gezien te hebben. Nou, nog even verder door naar huis. Ik hoop dat je me hoort vanwege de wind. Fucking wind! En dan even eten, want ik heb berenhonger. Echt waar. Ik ben mijn ND-filters vergeten tegen de zon. En dat was een foute keuze. Ik weet wat ik zo meteen doe als ik thuis ben. Die dingen in de tas proppen. Echt waar. Kapper is even weer goed. Het werd voor mij eigenlijk gewoon veel te lang. Dus ik moest gewoon even heen. Lekker kort en short. Heerlijk. Overal. Oh mijn god, ik ben zo kaal. Echt waar. Dus ik wou het kapsel van Jacksepticeye proberen. Dat groen bovenop. Maar dat heb ik je net al verteld. Dat is eigenlijk geen slimme keus. Met reden omdat je eerst helemaal moet blonderen. Bijna wit zijzen. En dan als je het gaat verven groen. Ook nog de vraag is of het lang blijft zitten, ja of nee. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het na 6 weken heb je er al geen plezier meer van, zei ze. Dus dan heb ik ook de keuze gemaakt. Doe dat maar niet. Doe het dan maar gewoon lekker kort. En short. Dat is het nu geworden. Weer lekker kort. Ik kan er weer lekker een tijdje tegenaan. Ik ben altijd zo van, ik ga naar de kapper en dan ga ik gewoon heel lang niet. En dan wordt het weer te lang. En dan ga ik weer heen. En dan is het weer zo. En ik heb het niet zo op de kapper. Dus ik ga niet vaak naar de kapper. Ik zit nogal in de dropjes die ik gisteren gekocht heb. Van die, hoe heet die dingen? Ik kan ze niet lezen op de kop. Kleurendropjes, deze. Die hele kleine kleurendingetjes. Ze zijn super lekker, man. Ik heb een zakje vol. Ik weet niet hoeveel, 200 gram of zo. Maar echt, als je eraan begint, dan blijf je de hele tijd doorgaan. Heerlijk. Misschien dat ik zo meteen nog even een paar maanden mee ga naar Winschoten. Maar die heeft een bril. En die kan ze ophalen. Ik stik bijna in een dropje. Dat ding blijft achter mijn keel gaan. Dus die gaan ze even ophalen. Wil ik ook wel even mee. Even kijken. Morgen weer om 9 uur beginnen. Dus ik kan morgen nog redelijk uitslapen. 6:30. Vind ik redelijk mooi. Kan ik in ieder geval nog wat slaap pakken vanavond. Pluspunt. Oké, wil je met je pa en ma mee? Even naar Winschoten. Even weg van huis. Nee hoor, zijn ze al weg. Oké, leuk dat jullie het ook even melden. Hartstikke top man, heerlijk. Hou ik van. Echt waar, echt niet. Dus nou heb ik eigenlijk niks te doen, nu. Ik merk dat de lucht oranje wordt. Dus ik denk dat ik heel snel de fiets pak. En richting Heeresmeer fiets. De zwemvijver. Waar je heel veel van mijn oude droneclips ziet. En even kijken of ik een beetje de zonsondergang erop kan knippen. We zullen zien. Ik ga zo die kant even op. En dan even kijken of dat wil. Opgenomen kan worden. Wat wil ik nou zeggen? Ik ben afgeleid door de... Ik laat het wel even zien als het nog... Daar ben ik dus door afgeleid. Wat is dat voor flikken met licht? Iets... Zijn ze daar met die windmolens bezig in Duitsland? Nou, dat zal vast zeker wel zo wezen. Maar ik pak dus... fiets en ik ga die kant op. Want die kleine streepbokje wordt al rooi en rooi. Straks ben ik te laat. Oh. Shit, net te laat. Zon is onder, maar de lucht is nog mooi. Dus ik ga hem snel nog even opzetten. En hopen dat het goed komt. Hopen voor een mooie iets. Ik heb geen idee wat, ik ga gewoon voor iets. Oh, de vogels. Oh, wauw. Lang geleden. Ik moet opschieten, anders is de kleur straks weg. Kijk. Hè. Opschieten. Oké, de zonsondergang die is vet geworden, echt waar. Ik vind hem mooi, ik vind hem echt mooi. Ik vind hem echt mooi. Een van de betere zons, een van de betere iets met zon wat ik heb gedaan sinds toen. Geen idee wat toen was, maar snap het. Die timelapse met die wekker, met die kookwekker van die GoPro, die vind ik ook wel vet dat hij zo ronddraait. Alhoewel, het is een GoPro bestand. En GoPro bestanden, die editen heel moeilijk op mijn laptop. De GoPro die stottert ontzettend erg. Ik weet niet waarom, maar dat is een veel zwaarder bestand. Die timelapse is 25 minuten lang. Die is ongeveer 2,8 gig of zo. Die, als ik
dezelfde timelapse ook doe vanuit een video met de GoPro, dan ben ik 6, 7 gig kwijt. Voor dezelfde lengte, precies hetzelfde videootje. Dus de GoPro is veel groter en veel zwaarder bestand. Blij dat ik deze nou heb, de grote camera. De kleine camera die is aan het opladen, merk ik. Ligt daar. Dus ja, hij is goed gelukt. Hij is echt goed gelukt. Jongens, ik stop ermee voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze vlog mooi vonden. Laat het weten met een duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie in principe morgen te zien met een gloednieuwe vlog. De zaterdag. De zaterdag van 2017. 25.03.2017 is het dan. Het is vandaag 24.03.2017. Dus ik hoop jullie in principe morgen weer te zien met een gloednieuwe vlog. Jongens, hou je taai en blijf altijd lachen. Deze vlog is over en uit. Jongens, aloha.